Goedendag allemaal. Het is vandaag zondag 9 december 2012. En ik denk dat het niet zo'n prettige zondag is voor onze voormalige staatssecretaris van Handel, oftewel van Landbouw, zoals hij zich ook mocht noemen, de heer Kou Verdaas. Want ja, die zit thuis. En ja, hebben jullie nou gemerkt dat toen die wegging, de wereld plotseling verbeterde? Dat plotseling de zon ging schijnen en de lucht helderder werd. En dat, ja, dat je kon voelen dat de atmosfeer gezuiverd was van een, ja, een, laten we zeggen, een onbetrouwbaar element. Tja, wij hebben dat gevoel echt niet gehad. Het gevoel dat wij hebben gehad, dat was dat de politiek weer maar eens een vuil spelletje gespeeld heeft om iemand anders een beetje te lichten. Kijk, wij zijn geen fan van Kou Verdaas, want we kennen de goede man amper. En hij is nou, ja, hij is benoemd en het is een Partij van de Arbeidman. Voor de rest zegt het ons niks. Maar wat die man gedaan heeft, dat was kennelijk toch een soort van doodzonde. Hè? Maar niet echt. Maar puur een middel van de PVV, die toch nog eigenlijk een appeltje te schillen had met de Partij van de Arbeid. En toen plotseling de kans waar zag om die onderuit halen, met alle gevolgen van dien. Want ja, de goede man was nog maar net benoemd, dat weten we allemaal. En we hadden nog maar af moeten wachten wat hij allemaal had kunnen doen, maar daar komen we straks nog even op terug. Sommige kranten, weekkranten, die werden gewoon ingehaald door het nieuws. Want je zag al overal nog berichten staan van, ja, dat ze hem feliciteerden. En dat ze van alles en nog wat goeds van hem verwachten. En ja, en toen werd dat plotseling natuurlijk verleden tijd. Want Kou moest naar huis. En ja, hij ging naar huis. Dat deed hij uit zijn eigen. Maar ja, de bloedhonden van de PVV, die zaten op zijn hielen. En die hadden hem bijna zijn strot afgebeten. Ja, en dan kan natuurlijk zo'n premier, hè, onze, en de anderen van de regering kunnen niet anders dan zeggen, ja, we moeten mensen hebben van onbesproken gedrag. Ja, en valsheid in geschriften, of hoe je het ook noemen wil, dat kan gewoon niet. Kijk, het komt nooit bij iemand op in die politiek om eens een keer gewoon een mens te laten. Hè? Dat hij op een zeker moment zegt, ja kijk, ik heb bepaalde dingen niet helemaal gedaan zoals het hoorde. Maar luister, ik ben fout geweest, ik had dat niet moeten doen. Vergeef me en laat me mijn werk doen. En beoordeel me dan om mijn werk en stuur me niet naar huis om een politiek spelletje tot een goed einde te kunnen brengen. Maar ja, zo zit de politiek nou helemaal in elkaar. En daarom kun je eigenlijk toch ook niet verwachten dat de mens, de gewone kiezer, natuurlijk veel respect houdt voor dat soort spelletjes. Kijk, we moeten natuurlijk wel mensen hebben die goed zijn, die eerlijk zijn, die echt voor ons de kooltjes uit het vuur willen halen. Maar om kleine futiliteiten iemand te laten struikelen, dat is toch zo laag. En daar wint de politiek totaal geen enkel punt mee. Wel, als die PVV had gezegd, luister, we hebben dat uitgezocht. Maar we wensen er verder geen punt van te maken wanneer u, meneer Kou, strak uw excuses aanbiedt en zegt dat u dat nooit meer zult doen, dan zullen we u op uw woord geloven en dan mag u verder werken. Maar goed, zo gaat dat niet. En daarom zal het ook steeds moeilijker worden om in de politiek mensen te vinden die een baan op willen geven en willen gaan zeggen, ja kijk, wij willen ons wel opwerpen voor de maatschappij, want wij hebben een volkomen onbedoezeld blazoen. Nou, in de Bijbel staat zo'n mooi woord, zo'n mooie zin. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Nou ja, we moeten onderhand al heilig zijn, bijna heilig verklaard kunnen worden, als je de politiek ingaat. Hè? Als je een klein beetje, zeg maar, op een vooraanstaande positie komt, dan moet je toch echt heel goed je doopzeel eens goed na gaan kijken of er niet ergens along the line iets is waarvan je kunt verwachten dat uw vijanden jou daarop zullen vastnagelen aan het kruis. Ja, en dan zijn er toch relatief weinig mensen, denk ik, in de wereld, als die werkelijk in de spiegel kijken en nagaan hoe het levensloop is geweest, dat ze kunnen zeggen, ja, hier sta ik en ik ben volkomen rein. Ik ben een volkomen jongeling, een maagd. Zo ga ik in de politiek. Nou ja, goed. Als we zulke soort mensen willen zoeken, dan zal het toch, denk ik, steeds moeilijker worden om aan dat soort verlangens te voldoen. Maar nou terug naar die Kou Verdaas. Ja, kijk, Kou,
Ja, die wilde gelijk zijn sporen trekken in de landbouw. Hè. En wat komt hij mee in zowat de eerste weken van zijn aantreden? Met een vleestaks. Ja, dan moeten we het niet gekker maken. Een vleestaks. En wat was de bedoeling? De meeste van jullie hebben dat misschien wel gelezen. Een belasting op het eten van vlees. Kunt het nog gekker bedenken? Een idee eigenlijk niet eens van hemzelf. Als ik het goed heb hoor, want ik heb Marianne Thieme daar natuurlijk ook al eens links en rechts over horen praten. Dat ze dat mooi zou vinden dat mensen, als ze vlees eten, daar belasting op betalen. Om het vlees eten juist terug te dringen. Kijk, Koof Daas heeft dat niet gedaan, want die wilde de mensen gewoon lekker vlees laten eten. Want die zegt nou, eet maar raak, maar betaalt er dan, als je dat wil, vrijwillig iets extra's voor. En met dat extraatje, dan kunnen we dan het dierenwelzijn in Nederland mee gaan verbeteren. Dan kunnen we dat geld gaan verdelen onder die boeren. En die boeren kunnen dan een plan indienen en zeggen, kijk, dat gaan wij nou eens verbeteren aan het dierenwelzijn. Een vrijwillig plan in Nederland om in een tijd van crisis, kunnen we wel zeggen, waar iedereen op zijn centen moet letten, meer moet gaan betalen voor een lapje vlees. En dat ging dan zo, dat was dan de bedoeling, dat dat dan in de supermarkt kwam te liggen. In de schappen zitten twee stickers op. Of nee, je kon er een extra sticker op plakken, geloof ik. Of hoe het ook was, ik weet niet wat zijn plan was. Het was maar een plan, hè, let wel. En dan zouden bij de kassa komen en zag de juffrouw bij de kassa of de scanner, die zag, oh, dat is voor een kilo vlees van 5 euro, daar zit een tax op. Van een euro, dus dat vlees kost 6 euro, 5 euro is voor ons en die 1 euro die gaat naar het dierenwelzijn. Nou, je kunt je wel voorstellen dat daar van zo'n plan natuurlijk absoluut geen bal terecht zou komen. Maar goed, het was een plan en als die het dan door kunnen voeren, dan had het een nieuw woord geworden, denk ik, in de dikke vandalen. Vleestaks, en zo hebben we natuurlijk meer van die politieke stuntjes gehad. En een melkbaan, dat is ook nooit meer weggegaan. En een vogelaarwijk, daar praten we nog steeds over. Of gewoon die vrouw vogelaar allang op vlucht is. Dus ja, wat zou van zo'n plan terecht zijn gekomen? Wij denken maar heel bitter weinig. Want ja, wie gaat dat nou in alle volle vrijheid betalen? He? Dat doet toch geen mens? Dat kun je toch wel zo op uw vingers uittellen? Ja, en dan is het maar de vraag natuurlijk of die supermarkten daar nou ook aan mee hadden willen werken. Wij geloven dat vast niet, want die supermarkten die zijn wel gek. Die gaan die prijzen drukken om die boeren toch zoveel mogelijk te proberen, of zo goedkoop mogelijk dat vlees van ze te betrekken. En dan gaan ze natuurlijk daar nog niet eens een extra sticker op zetten, want dat zullen maar heel weinig mensen al voldoen. En wat doen ze dan? In feite doet hij wat hij vandaag, gelukkig gaat niet door, laten we dat wel even heel duidelijk stellen. Twee dingen. Ten eerste had hij de consument opgezadeld toch eigenlijk met een vorm van, ja wat moet ik nou doen? Moet ik nou voor het oog van de mensen achter mij aan de kassa of voor mij aan de kassa laten zien dat ik er niks voor over heb? Terwijl die juffrouw voor mij of die meneer achter mij dat wel gedaan heeft. Dus een vorm van schuldgevoel of een vorm van schaamte. Maar tegelijkertijd wordt er ook iedere keer opgehamerd dat dierenwelzijn bij die boeren nog niet goed is. Want waarom zouden anders zo'n sticker op dat vlees moeten plakken? Dus eigenlijk was het een plan dat aan twee kanten niks, maar dan ook niks waard was. Maar ja goed, meneer Koo die zit thuis en ja, die zal er waarschijnlijk wel een hele slechte zondag hebben. Want ja, wat moet hij doen met zulke gedachten? Hè? Als je dan toch zo'n mooie baan hebt gehad en je verliest hem dan door zulke onzin. Ja, hij had natuurlijk uit moeten kijken en je weet dat je een hoge boom bent, dan vangt de veul wind. Dat is niet anders, dat is altijd al zo geweest. Maar ja, dat die jacht op zulke mensen, dat op deze manier gaat. Ja, je mensen, ik weet niet of jullie het allemaal met meneer zijn, maar op zo'n manier krijg je natuurlijk straks geen ene politicus meer. Want mensen die wat durven, die zullen af en toe wel eens een keer niet helemaal volgens de lijn lopen. Die zullen wel eens een stapje links en een stapje rechts doen. En ja, als je dat nooit doet, ja, dan durf je in de politiek waarschijnlijk ook heel weinig. Dan zijn we ook geen ondernemer. Dan heb je een ambtenaarachtig idee ten opzichte van de politiek. En dan moet er natuurlijk ook niet al te veel daadkracht van verwachten. Maar mensen, zou zeggen, ja, het is niet anders. En we gaan lekker deur met je lapje vlees kopen als je dat wil. En er hoeft er echt niks extra's voor te betalen. Want wij boeren brengen het al goedkoop genoeg in de winkel. En dan hoeft daar nog niet eens een keer een sticker op. En ja,
En waar we met die Cover Daas, ja, die zit waarschijnlijk thuis. En of die nou in Zwolle woont of in Nijmegen of in Arnhem of waar die ook was. Ik denk toch dat ze een stukje vlees, als hij dat deze week zou kopen, hem toch behoorlijk zwaar op zijn maag zal liggen. Maar ja, goed, we wensen hem al het beste toe. We kennen hem amper, zoals we al zeiden. Maar ja, als je zo de ijs zakt voor het oog van de natie, ja, dat is niet prettig. En daar heb je toch wel een tijdje voor nodig om een beetje voorbij te komen. Maar wie weet, duikt hij ergens anders wel weer boven water. En dan krijgen we hem op een andere manier mee om te maken. Want in de politiek, daar hebben we ook nog een ander woord voor. Dat heet vriendjespolitiek. Nou ja, wacht maar af. Mannen en vrouwen, zou zeggen, nou doe. En tot volgende week. Ja, het is vandaag niet al te best weer. Vandaar dat ik toch maar weer eens een beetje binnen zijn gebleven. Want ja, het is wintertijd. We hebben sneeuw gehad in de rest van het land, maar hier in het zuidwesten niet. Dus we zijn goed weggekomen, niet al te koud. En we gaan lekker verder richting Kerstmis. Houdoe en tot volgende week.